Goedemorgen, lieve mensen. Het ontbijtje is weer gemaakt. We gaan genieten vandaag. Hoi. Maatjes, welkom bij de vlog. We gaan kajakken. Met een outfitje. Deze gaat over de kajak heen. En dan valt niet het regen door. Life jacket, allemaal voor de 70. Ja. Let's go. Then we prove that we have been here. So we make a vlog every day. Someone will find his camera. And you guys have lost. It's the game. No one's gonna believe you. You got that documented? Yeah. This is Norwegian strong. Joey is aan het workouten. Hij helpt de vriendelijke mannen om met de kajakken naar beneden te halen. Is het zwaar? Oh, best wel. Oké, okay. Goeie workout dus. Hey maatjes! Hey, niet veel bewegen. De rustigste persoon moest voorin. Ik snap niet waarom dat Joey is, maar maakt niet uit. Degene met de meeste controle moest achterin. Ja. En met ja, ik ben wel autistisch, dus agressieproblemen mocht ook niet. Met wat voor problemen? Behavior, control behavior. Behavior problems. Oké, nice. Let's go. How are you feeling? Hey, good. Feeling comfortable? Ja. Ga je meten? Joey meet even de afstand hoe die de pijlers moet hebben. Elke keer weer. Daar die berg, dat is Paw Patrol. Ja, nice. Zijn hier even lekker aan het kanoën? Lekker aan het chillen. Dat is de practice dolden. Dan gaan we vanmiddag hiken. Hiken? Hiken. Zeilen daar en wogen kan zo'n 50 kilo en zo. Zo is dat. We zitten gewoon even lekker te chillen. Er zitten allemaal zeehonden onder. En haaien en orka's. En een Tessa. Dit is Tessa. Oké, call me Tessa. Ja, zo gelijk. Zo. Ja, ik ben wel een beetje maken. Right. So they would know, because the tax boat was really big, that it's coming. So all of the people that live in this part of the fjord, they would go here with like the boats. Especially ones living on that side close to the bay that we started from. They would go here and they would climb up and into like this cave here that's underneath the big boulder that's holding up the rock slide. And they would start hiding their valuables in there to not get taxed by the government or by the crown at that point. So they would just appear that they were very poor, but really they had like actually quite a lot of money. So they've kind of always been in a beef with the government, and still actually some of them are still not very pro-government. For example, where I live in the fjord, like in that bay, the guy has owned, his family has owned it for 300 years, that farm, or like that bay, and they, like he is kind of like, well, it doesn't really matter if it becomes a forest fire. I have insurance on the whole place, you know. But he doesn't really care about any rules or laws. He just does his own thing. And he told me that the police doesn't really like him. But, well,
He sounds like a good guy. Yeah, but he's really friendly. He just doesn't like that people saying what to do. I know, of course it's his place. Now we are in the middle of the... Het is het einde. We zijn er bijna. Ik ga het laatste stukje even uitrusten, want ik ben echt moe. Dus Tesla gaat de rest doen. En hier heb je dus een parkeerplaats, stond er. Maar wij gingen met de auto daar, de auto stond vast. Dat heb je gisteren waarschijnlijk wel gezien in de vlog. Maar het is dus meer een plek om je tentje op te zetten. En dan daar te gaan kamperen. Wel echt een hele vette locatie, want... Dan kijk je hierop uit. En wij gaan straks zo met de kajak vol gas het strand op en dan zijn we weer back on location. Let's go, bro! Jongens, al gek aan het paddelen. Veel verder dan de andere, kijk maar. Fiets niet even in het beeld. Wat een gekko. En ik doe even niks, ik ben aan het filmen. Zo mal aan het... Oh ja, ik moet sturen. Dat moet ik doen. Met mijn voeten doe ik dat. Ideaal, hoef je niet met de paddels of zo te doen. Echt wel makkelijk. Het spert alleen wel een beetje als je zo idioot aan het paddel is. Maakt niet uit. Lekker man. En kapot dat hier is nu. Oh mijn god. Doe allemaal een duimpje omhoog voor Joey. Hier stonden we, bij de camper, zegt Tesla. Hadi? Ja, goed. Zwaar als je zelf niet verder. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 1, 2, 3. 6 van de reis. En we zijn in deze kajakken in de Lysjevorden. En we gaan nu even lekker lunchen met David en zijn dochter. Hij wil ons tracteren, dus ja, daar zeggen wij geen nee tegen. Natuurlijk niet. Maas heeft altijd honger, hè? Lekker. Ik heb altijd honger, inderdaad. Dus we gaan nu even lekker eten en dan gaan we even chillen. En dan gaan we even weer hiken. En dan zien we het wel weer. Toch? Doei maatjes! Doei! Hallo mensen! Het masker is een beetje zagrijnig, maar dat mag de pret niet drukken, want ik ben vrolijk! We gaan nu naar het beginpunt van Prijkstolen Hike. Ze noemen het hier ook wel Paw Patrol Hike. Ik weet ook niet waarom. We hebben net lekker Chinees gegeten. We zijn getrakteerd op lunch van David. Super. David, shout out naar jou. Masker was aan het editen. Nou, ik zei, ga filmen, het werd boos op mij. Nu is het hartstikke zagrijnig. Echt niet leuk. Ja. We moeten het doen voor de vlog. De vlog moet doorgaan. De grind is on. En we zijn er bijna. Zie jullie zo. Ja? Ja. Hallo lieve mensen. We staan hier bij het bordje om de Prijkstolen te beklimmen vandaag. Het is een little bit cold. Althans, ik heb het koud. Joey natuurlijk niet. Het is het kacheltje hemzelf. Maar we gaan vandaag de Prijkstolen beklimmen. Het is bewolkt, dus waarschijnlijk zien we geen fuck. Maar, hoe noem je hem? Prijkstolen? Paw Patrol. Oh, Paw Patrol, ja. En nou, we staan ergens hier en dan gaan wij... zo, naar Prijkstolen uitzicht. Dus je hebt het wel eens gezien. Van een bekende cliff en dan... Waar is de start? Wat? Waar is de start? Start? Start hier.
Ja, mate. We staan hier bij het café, zie je dat? Oh ja. Ja, wel ja. Goed hè? Ja, ja. Oké. Okay. Dus, ja. Misschien moeten we eerst even een borreltje doen in het café. Oh, goed. Om even wat motivatie erin in te pompen. Goed. En dan nou, gaan we. Pompen. Hopelijk gaat die wolk zo. En dan kunnen we het gewoon zien. Nou, Joey die is al een stuk verder. Ja, hij doet het nog. Okay. Joey is al achter. Hallo? Style. Hallo mensen. Zijn de eerste 10 meters. Zijn aardige bezweet komen mensen hier terug. Dus ja, kan het zien. Een beetje drupperig. Drupperig. Regenachtig. Regenachtig. En ja, we gaan achter de stokkengang aan. Eigenlijk wil ik ook wel zo'n stokje. Maakt het een stuk makkelijker. Zie jullie gauw. Op power gang. Nu. Ja, mensen vliegen hier over de stenen heen. De meeste professionele mensen hebben allemaal stokken bij zich. En bergschoenen. Nou, we kunnen wel. Hier ben ik. Oh, sorry. We kunnen wel alles gaan filmen, maar ja, dat vinden jullie ook geen leuk content. We gaan de highlights even filmen. Wat je ziet op Instagram versus real life. Ja. Ik hoop dat het een mooie plek is. Want, ja. Ah, ik zie de piek niet, want er is al meer mist. Ja, het is heel erg bewolkt. Ik denk dat het straks gewoon tussen de wolken zijn. Wauw. Dat gaan we meemaken. Oké, twee maatjes. Als we iets meemaken of iets zien, dan gaan we proberen te filmen voor jullie. Waar zijn we dan? Ik heb hem weer verkeerd om. Waarom heb je hem verkeerd om? We zijn op Veluws Heide, bij Utrecht. Kijk maar, paarse bloemen. Mooi hoor. Allemaal heide. Als ik dit zo zie, dan denk ik wel van hier ben ik eerder overheen geweest. Het is alleen een beetje gerenoveerd volgens mij. Doe even een jump. Wow, yo, gekke jump. Nice. Nou, nu is het tijd om touwen te bridgen. Zo, lieve leute. We zijn ongeveer op de helft. En, het is hier aardig mistig. Mijn haar is nat. Het wordt straks heel koersig. Mag lachen, hè? Oh ja. Oké, maar kom mee, maatjes. Oké, maatjes. We hebben een pasta goed in. Another day, another legging. Mocht het geluid niet goed zijn, dan hoor je nu niks van dit hele verhaal. Nee, maakt niet uit. Oh, baby. Knop al, baby. Heel veel mensen hier. Ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen, maar ze gaan allemaal de andere kant op. Zeg maar, is er geen vlag van Maskelijndekker nog niet gezien? Dan begin je altijd van te lachen. Ja, ik laat straks die wolk weg en zien wij wel het mooie uitzicht. Oh. Ja. Close up. Ik bedoel, we zijn op de helft, maar het is niet. Vooral vervelende werelden. Maske. Dit herken ik nog. Kijk, je ziet er maar niks. Knop power! Ik ben gewoon erg vriendelijk. Oké, okay, we komen zo bij jullie terug. Hoi
reisvlog. We zijn inmiddels de vlog al begonnen. We zijn nu aangekomen op dit mooie punt. Ik weet niet waarom hier in de stad, want het is zo bewolkt hier. Eigenlijk zie je helemaal niks. Ik hoop dat vandaag de audio het goed doet en dat we jullie onze stemmen weer kunnen horen. Vooral die van Thomas Keur, want die van mij die klinkt als een verkouden baard aan. Ik heb het ook even filmen, maar dat zie je ook niet. Hey, what the fuck? Zie je dat op film? Even weer zoomen. Oh ja, kijk. Nou, tenten. Daar zit een geel tentje met oranje. Ik zit gewoon wild te kamperen hier, joh. Ik wil ook dichterbij komen, hè, met de camera. Ja, ik heb hem ingezoomd. Wil je nog wat zeggen? Zal ik nog meer vertellen? We gaan nu weer onze reis voortzetten. En we hopen dat we straks aan het einde komen. Ja. Duimpjes omhoog voor deze vlog. Zijn we weer. Lieve mensen. Zal even, ja, zo. Oh ja? Ja, hij staat daar. We staan hier, of ik sta hier op het randje. Ik heb bijna draaien van. Je moet goed bij jou, hè? Ja, ik moet goed vasthouden. Nee, maar deze telefoon. Want, oh ja, die ook. Ja, hallo. Hallo. Hallo Jumbo. Hallo. Maar ik word er een beetje draaien van, zo ja, hoog is het. Een beetje hoogtevrees. Komt allemaal goed? Komt allemaal goed. We zijn nog, ik denk 400 meter en dan zijn we bij de top. Dus kom mee. Oké, ga mee. Als ik mee mag. Oh, gelukkig. Ja. We staan hier tussen prijkenstolen 1 en prijkenstolen 2. Wie is deze vrouw? 3, 2, 1. Tantra, weer Thomas Keur. Nou, dat ik, niet leuk, nee, wacht even, kom even terug. Kut opnames. Nou, het is dus wat je achter hem Thomas ziet, dat is dus de lucht. Zo bewolkt is het. Nou ja, hier tussendoor dan ga daar alsjeblieft even weg, want anders moet ik alleen naar huis rijden. Kom. Okay. Let's go. We zijn er bijna, het laatste stukje. Maar ja, we nice. Daar hebben we vanochtend gekanoed, gekajakt. Zo. Het is minder eng omdat je niet ziet waar het heen gaat. Nou, als je wel het water had gezien, dan was het nog enger hoor. Dit is precies vroeger als in mijn nachtmerrie. Val je van bed af. Maar wat zo je vader altijd is? Wat zat er? Better is wiet. Better wiet. Better wiet. Better wiet. Oké. Okay. Voor niet Friese volgers. Water is nat. Maar even opletten waar ik loop. Voor mensen die hier ook naartoe willen gaan, zorg dat het niet bewolkt is en de zon aanwezig is. In principe de zon hoeft niet, maar kijk. Het weer niet voorspellend. Kijk, ik sluit even hier af en dan kom ik zo bij jullie terug. Als ik ga daar even heen lopen. Dit is het. Zoals ook in Nederland noemen we de trekstoel. Nika. Daar loopt Tomaske. Wat dan, Bob? Ga nu niet dicht bij het randje. Ik kom 7. Dat is 1. Hier staat ze. Ik zie je wel. Moet je ook even zeggen wat jij ziet? Doe maar niet, kom maar terug. Ik ga even wat dichterbij. Oh, mensen hier. Oh, een knop over mensen. Dat is allemaal. Subscribe to Thomas Leijendekker, YouTube channel. Oh joh, is het een gat? Wow, wat een sweet. Mooi. Heel mooi. Allemaal mist. Heb je nog niet zoiets van dit? Ziet niks. Wait, wait.
Nou, het is een 2 uur hike. Wij hebben er wel geteld 1 uur en 26 minuten over gedaan. Wij hebben de pas erin gehad. Ik bedoel, Joey heeft langer stelten, dus ah, dan snap ik dat ook wel. Maar niet dichtbij, hè? Ik weet niet of jullie kijkers het al hebben gezien, maar dit is de afgrond. Joey heeft in één keer de pas erin. Ik weet niet waarom. Maar ik denk dat hij snel naar de camper wil of zo. Ben doen. Ik ga in het water stappen. Water. Hou mijn mond in de kraan, de dorst. Hoi, wat heb je nat, maar? Ik moet hem even proeven. Ja, proef maar even. Lekker? Dan beter dan een dreuzen water. Ja, dat denk ik ook. Gooi dan maar vol. Zo gaat dat hier. Gewoon een waterstappunt uit de natuur. Dat is toch mooi. Kom op, run. Run, Forrest, run! Come on. Let's go. Laatste stukje. Hoi mensen, we zijn klaar. Het is ongeveer 9 kilometer. Dat is echt heel zwaar. We zijn nu al heel moe. Nu gaan we lekker naar ons. Take the tool.